Niet enkel in de haven van Antwerpen werden de afgelopen dagen records gebroken. Op woensdag 26 april verwelkomde de haven van Zeebrugge de OOCL Spain, het grootste containerschip ooit in de Port of Antwerp Rouge. Dirk de Vouw. Wel, dit betekent eigenlijk dat onze havens, en ik heb het dan zowel over Zeebrugge als over Antwerpen, dat wij in staat zijn om de grootste containerschepen die momenteel varen over heel de wereld, dat we die kunnen ontvangen. En dit op een heel vlotte manier. Men komt hier heel makkelijk de haven binnen. Dit schip is gisteravond binnengekomen. Vandaag wordt het gelost en vanavond vertrekt het onmiddellijk. Waarin onderscheiden de havens van Zeebrugge en Antwerpen zich van andere havens in Europa op dit vlak? Is dat een snellere behandeling of een gemakkelijkere toegang? De gemakkelijke toegang van Zeebrugge is uiteraard zeer goed gekend. En uiteraard ook in Antwerpen, sinds de verdieping van de Schelde, kunnen dus ook de grootste containerschepen tot in Antwerpen varen. De samenwerking tussen Zeebrugge en Antwerpen maakt nu juist dat de rederijen, afhankelijk van de lading die zij mee hebben, kunnen kiezen. Is het een lading met hoofdbestemming het Ruhrgebied, Duitsland of verder Europa, dan heeft men er belang bij om door te varen naar Antwerpen. Want de kostprijs van vervoer van één container op een schip is minimaal als je dit vergelijkt met de kostprijs van transport op een vrachtwagen of op de trein. Dus dit is van belang. Als je natuurlijk een schip hebt met een lading, hoofdbestemming Groot-Brittannië, Scandinavië, ja, dan is het, spreekt voor zich dat het beter is om deze goederen te lossen in Zeebrugge, die dan van hieruit met het feederschip naar Groot-Brittannië of naar Scandinavië kunnen gebracht worden. We staan hier op een rondvaartboot van Captain Blue, die rondvaart in de haven doet. Jullie hebben met Port of Antwerp Rouge vandaag dit schip gecharterd voor niet één, maar twee rondvaarten. Ja. Niet alleen voor de pers, niet alleen voor de personaliteiten, maar ook voor alle geïnteresseerden, de schipspotters, de bevolking. Is dat een gebaar naar de omgeving? Versterkt dat de band met de regio? Ja, het is toch wel van groot belang dat wij ook naar bijvoorbeeld de bewoners van Zeebrugge duidelijk kunnen stellen, jullie hebben de nadelen van de haven, maar kijk, we willen jullie ook tonen wat de haven te bieden heeft. En jullie moeten weten dat deze haven van groot economisch belang is voor de regio, maar eigenlijk ook voor een groot deel van Vlaanderen en voor Europa. Wij zijn, zeker met die twee havens samen, Antwerpen, Zeebrugge, wij vormen eigenlijk de poort van ons land naar de wereld toe. Meneer Huys, u hebt jarenlang gewerkt aan de sluizen en op de planning van de haven. Wat kunt u vertellen over dit schip, over zijn kenmerken? Het bijzondere van dit schip, dus een bijzondere dag voor Zeebrugge ook natuurlijk, en de haven van Port of Antwerp Rouge uiteraard, is dat we dit het grootste containerschip dat ooit een Belgische haven aanliep, dus vandaag in onze haven ligt. En het bijzondere eraan is dat hij 400 meter lang is, zoals zoveel containerschepen tegenwoordig. Dus de grootste containerschepen zijn allemaal 400 meter lang. Maar het bijzondere van dit containerschip is dat hij 61,3 meter breed is. Wat maakt dat hij dus de gigantische hoeveelheid van 24.188 containers kan vervoeren. Ja. Waar gaat het schip van hier naartoe? Dus het schip vaart op een regelmatige lijn tussen China, Azië en Europa. En van hieruit gaat het naar Hamburg. Dus als het in Europa is, dan doet het verschillende laadhavens, laad- en loshavens aan. Eerst loshavens, dan laadhavens. En vorige week is het in Piraeus aangekomen in Griekenland. Dus nu vandaag is het in Zeebrugge en morgen gaat het naar Hamburg. En daarna gaat het waarschijnlijk, ik denk naar Southampton in Engeland, om verder te laden en dan terug te vertrekken naar China. En houdt het op? Nee, het houdt niet op. Dus het volgende containerschip, recordschip, is al onderweg naar Europa. De MSC Loreto, die is iets groter, weer met 50 containers meer capaciteit. Die zal de haven van Antwerpen, onze zusterhaven, aandoen. En er wordt in het algemeen verwacht dat de volgende generatie schepen 430 meter lang zal zijn. Waardoor dat dus, men vermoedelijk rond de 30.000 containers per schip zal kunnen landen. Het volgende recordschip, de MSC Loreto, wordt eind mei verwacht in Antwerpen. Om dit schip ook van dichtbij te kunnen bewonderen, organiseert de Port of Antwerp Rouge opnieuw enkele rondvaarten.